Wij zijn benieuwd wat de mensen vinden van het feit dat 's morgens van 7 tot 8 en 's avonds van 8 tot 9 een speciaal uurtje is voor ouderen in de supermarkt. Bent u daar een voorstander van? Nou, ik vind het goed dat we die ouderen wat aandacht geven. Dat is natuurlijk wel een kwetsbare groep met deze coronavirus. Alleen ik vind van 7 tot 8 voor die ouderen wel heel erg vroeg. En van 8 tot 9 aan het eind van de dag ook wel weer heel erg laat. Wel een goed idee. En ook voor de mensen die bepaalde ziektes hebben, vind ik dat wel goed. Het wel goed, ik vind het alleen wel heel vroeg. Want het is van 7 tot 8 volgens mij. Ja. Nou ja, ik vind dat wel echt heel erg vroeg. En ik vind het ook wel weer heel laat nu het donker wordt voor een oudere. Dan lig ik nog op bed. Dus u vindt het nog een beetje vroeg dan? Ik ben niet zo'n vroege vogel. Ik ben meestal wel tegen een uur of ja, 8 uur, 8:30, maar dan moet ik wel in de kleren zijn natuurlijk. Maar eigenlijk zou je de mensen moeten vragen die het betreft, dus echt de ouderen van, zien jullie dat zitten, hebben jullie daar behoefte aan of redden jullie ook zonder dat extra uurtje? Alleen ze moeten een andere tijd programmeren. 'S morgens minder, want mijn oma kan niet zo goed door en s'avonds wel goed. Ja? Ja. En is jouw oma wel zo vroeg uit bed dan? Nee. 7 tot 8 uur 's morgens lijkt mij veel te vroeg. Maar je zou dit ook wel wat schappelijker kunnen regelen. Ik kijk daar heel goed dingen aan. Ik vind dat een heel goed idee. Ja? Ja. Nou, ik vind 's morgens, ja, ik zou het zelf niet kunnen. Net als ik zeg, want ik ben diabetes, ik ga om 8 uur spuiten. Dus dan ga ik niet van 7 tot 8 naar een winkel. Ik denk dat ik mijn kinderen aan het werk zou zetten of dat ik het zou bestellen. Dat denk ik. En heb je misschien een beter idee dan de tijden die er nu zijn? Ja, ik zou denk ik tussen de middag doen. Ja, aan de ene kant een ander tijdstip, omdat sommige mensen, oudere mensen, nog niet zo vroeg wakker zijn. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van 9 tot 10. Ja, misschien tegen een uur of 12. Als je de maatregelen in de supermarkt een beetje goed hanteert met mondkapjes en afstand, denk ik dat ze gedurende de hele dag wel zouden kunnen boodschappen doen. Maar als ze behoefte hebben aan een uurtje eerder, ja, waarom niet? Maar niet 's morgens om 7 uur voor de ouderen. Vooral 's avonds en 's ochtends wel. Niet midden op de dag, want dan is het ook drukker met andere mensen. Ik heb mijn beperkingen met zo'n rolstoel. Dus en wanneer ik dan bepaalde tijden heb, wanneer ik dan alleen maar in de winkel zou mogen komen, dan hou ik me daar aan. Nou, ik vind het wel een goed idee, want oudere mensen zijn altijd vroeg wakker. Mijn opa staat soms om 5 uur op. Heeft hij wat te doen in de ochtend? Ja, ja dat is toch zo? Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Nou, ik vind het wel een goed idee, alleen ik zou de tijd wel in de middag doen. Want dan is het zo, zoals als het dan in de winter is, als het nog donker buiten. En dat is helemaal niet handig voor die oudjes. Geef elkaar de ruimte en denk aan de mensen, aan de slachtoffers. Die helaas er niet meer zijn, nou, zo denk ik dan over. Dat is heel duidelijk. Ja, ik pak het best duidelijk. Ik ook wel.